wat deze opening zo speciaal maakt, is dat, dat dit een unieke, unieke accommodatie, een uniek veld is. Kunstgrasveld voor het CP-voetbal. Zowel voor het talentteam wat hier traint, maar ook voor de breedte sport. Ook 400 sporters, behalve het talentteam, die maken hier gebruik van. U bent op een vrijdagmiddag helemaal naar Groesbeek gekomen. Waarom vindt u initiatieven zoals deze belangrijk? Nou, deze is wel heel bijzonder, omdat dit initiatief, dit is het eerste sportveld voor ons CP talentteam in de wereld. Wist u wat CP voetbal was? Ja, ik ben al meerdere malen wezen kijken. Ja, dus ik heb al verschillende wedstrijden gezien. Mijn eerste gedachte was, ik wist nog niet eens precies wat CP voetbal was. Ik kreeg het project voor mij. En het was mijn eerste project als fondsenwerver. En ik begon ook net als fondsenwerver. Dus ik heb me er eerst echt in moeten verdiepen wat CP-voetbal is. CP-voetbal betekent cerebrale parese. En dat is, CP betekent dat vaak één kant van het lichaam een handicap heeft. Het kan soms een spasme zijn. Of zelfs met het zicht dat wat minder is. Wat heeft u zelf met voetbal? Nou, ik kan het niet. Ik ben er niet heel erg goed in, maar ik vind het wel leuk om te kijken. Ik denk het belangrijkste argument is dat het voor de jongeren is. En dat het veld ook voor iedereen gebruikt kan worden. Het is zowel voor breedte sport, dus er kunnen 400 unieke sporters gebruik van maken. En de topsporters, dus ook het talententeam. En dat is echt ontzettend belangrijk. We zijn ook heel dankbaar dat de provincie Gelderland, die heeft dus de helft van het bedrag geschonken, bijgedragen. En daar zijn we echt hartstikke blij mee. Wij hebben als provincie Gelderland programma Gelderland Sport. Waar we aandacht hebben voor de breedte sport, topsport. Maar voor iedereen, dus ook mensen die een handicap hebben, die willen we ook graag een sport hebben. Dus daarom kom ik heel graag hier om deze opening te doen. Het meest speciaal is natuurlijk dat het eerste CP-voetbalveld ter wereld is. Het is een uniek veld. En ja, daarmee doet dit veld ook iets voor de gehandicapte sport. Het zet het echt op de kaart. Het geeft eigenlijk de mensen met een handicap, mensen met een beperking, gewoon een gelijkwaardige positie. Het heeft de status van topsport. Het is topsport wat hier gebeurt. Klasse, dass es hier in Holland jetzt einen Platz gibt, der extra auf CP-Fußball ausgerichtet worden ist. Und ich bedanke mich, dass wir eingeladen worden sind zu einem Klassiker, zum Eröffnungsspiel. Und können glücklich sein, dass wir mit dem 0-0 nach Hause fahren. Danke. Danke. Alsjeblieft. Maar het is de eerste paar minuten. Maar is het heel even wennen. Maar wat de tegenstander doet. We hebben er alles uitgehaald. Dat is ook het belangrijkste, vind ik. Bij de Olympische Paralympische Spelen in Londen is het CP-team van Nederland vijfde geworden. Hier zit een talentteam. En ik hoop dat zij ook, zeg maar, door goed te trainen en met deze accommodatie, dat ze zich goed kunnen voorbereiden op de komende Olympische Spelen in 2016 in Brazilië, Rio de Janeiro.